Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Nou, prima wedstrijd. Wel jammer dat we verloren hebben natuurlijk, maar de spelers hebben meer hun best gedaan dan dat ze konden. Dus, nou ja, ik vind als team dat je het samen moet doen en dat je iedereen 100% inzet moet tonen. En dat heb ik gezien vandaag. Ja, ik zou scoren, ja. Maar dat is niet gelukt. Nee, ja, die kopbal, ik zat er dichtbij. Nou, het moeilijkste vond ik gewoon om proberen de snelheid van het elftal een beetje mee te laten. Maar dat doe je gewoon niet meer. Het zijn jonge jongens, dat kun je proberen, maar dat zit er niet meer in. Had je je wel goed voorbereid op deze wedstrijd gisteravond? Zeker. Ik ben de hele week al alcoholvrij. Nee, gisteravond heb ik er wel een beetje op gelet. Vroeg naar bed gegaan en vanmorgen goed ontbeten. Maar ik heb vandaag geen alcohol gedronken, dus geen wijntje voor het eten. Had ik normaal wel gedaan. Dus ik heb er wel wat dingetjes voor gelaten, ja. Het is altijd even lekker weer dat je kan spelen na een lange tijd voetbal. Of dat je niet hebt gevoetbald, maar ja. Eigenlijk wil je winnen natuurlijk altijd, maar ja, het zat er vandaag even niet in. Twee foutjes eigenlijk. Beetje geklungel, want we hadden het eigenlijk helemaal in handen de eerste helft. Snel op voorsprong. En ja, dan maak je eigenlijk twee kleine foutjes en dat wordt meteen afgestraft. Ja, snel op voorsprong door een doelpunt van Lucas Nagel. Ja. En dan uiteindelijk net niet. Ja, ik zou zeggen... Succes met de verdere voorbereiding op de competitie, die hopelijk heel snel weer van start gaat. Hopelijk wel, ja. Ja? Dankjewel. Oké. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door... Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today.